camera waarmee ik schiet. Als je twee ogen open doet, herk je het al. Snap. Een beeld is nooit rechthoek. Het is vierkant. Dat is één. Als ik naar voren kijk, dan kan ik alleen maar zien waar ik op focus. Dat is 1/3 van mijn beeld en hier zit nog 1/3. Dus mijn onderwerp zit altijd aan 1/3 van de kant. 2/3 is gewoon een omgeving om het bij te voegen. De rest van, nu weet ik waar ik ben. Nu weet ik met wie ik praat, nu weet ik waar ik ben. Dat is één. De rest is, het is geen gangs meer. Het zijn mensen. Warmte, gevoel. Stacy van nu, hoe ik mij op dit moment voel. Het is niet meer een stereotyp beeld. Het is gewoon een hele andere warme Stacy. Niet alleen. Het is gewoon voor het eerst, zeg maar, na 8 jaar weet ik een plek in fotografie te vinden waarbij ik mijn gevoel, los van mijn taal, dus taal is fotografie, het gevoel wat ik in mij heb, kon uitbuiten. Sandy, jij zei heel duidelijk te knikken van ja, zou je heel even kunnen vertellen over, ja, over die dingen? Ik denk dat ik onderzoek heb gedaan naar Stacy, hoor. Maar ik zie ook echt een verschil dat je van echt van... Kijk, eigenlijk, je bent in die drie hoofdstukken volgens mij van binnen naar buiten gegaan, bij ik begonnen. Terwijl in beeld zou ik het omgekeerde bijna zien. Van je bent van de buitenkant die je ziet, van de gangs bijvoorbeeld, of dat je ze ook gangs zou noemen nog. Want, ja, want ze presenteren zich ook echt nog op die manier naar een filmje naar binnen gegaan. En ik heb nu ook... Het zijn echt portretten van mensen die buiten hun houding om in beeld zijn gebracht. Echt jou ook aankijken en niet naar een camera een pose of zo aannemen. Het is echt, ja, ik vind het echt heel knap. Gabi, tot slot. Of ja, niet tot slot. Heel laatste vraag, Gabi. Je zit ook letterlijk in het midden. Zou je iets kunnen vertellen? Want je bent nu ook heel veel met Stacy samen, toch? Ja, we zitten vaak gewoon bij elkaar in dezelfde ruimte op te werken aan ons eigen werk. Weet je, dat werkt gewoon heel fijn, omdat je, ik leer van hem, hij leert van mij. Weet je, we hebben allebei onze eigen expertise. Komen heel vaak erachter dat we dingen op dezelfde manier aanpakken. En dan weet je, dan schiet ik een foto. We hebben laatst bijvoorbeeld die foto gemaakt van dat we samen aan de Kracht van Rotterdam meedoen. En dan zag steeds ineens van, yo, ik weet wat jouw handtekening is, hoor. Dan dacht ik, ja, leg uit dan. Dan zeg je, ja, van het is dit en dat een tegenlicht en bla bla bla. En dan denk ik van, oh shit. Weet je? En dat is super nice, want op die manier ga je heel, heel kritisch ook weer naar je werk kijken. Van oké, maar welke patronen gebruik ik in mijn eigen werk? En zou ik die patronen moeten doorbreken? Of zou ik juist veel meer uit die patronen moeten halen, weet je? En daarin is het heel fijn om met iemand als Stacy te werken. En ik denk omgekeerd ook. Toch? Ja. Doe ik iets goed, gelukkig. Wat was je vraag? Want ik ben nu aan het praten. Nee, maar het is duidelijk. Ja, toch? Dit is de allerlaatste vraag. Mag jij doorpraten als je wilt? Iedereen die jou kent, offline, die zal wel herkennen dat je vaak aangeeft dat onze generatie of deze generatie ook helder mogen worden of moeten worden. Waarom is dat zo belangrijk? Dat is heel simpel. Als wij nu naar het onderwijs kijken, of nu zitten, of wij zelf nu erin zitten. Hoe vaak doen wij nu een boek open en zien ons vriend of vriendin erin? Familielid. Hoe vaak gaan wij die nog zien deze periode? Of gaan we alleen maar op Facebook posten? Of erkennen, onszelf erkennen? Ik denk het niet. Ik denk dat wij daar een stapje moeten terugdoen. Dat wil ik ook als laatste zeggen, want dat heb ik net niet gezegd. Het was theoretisch hoe ik dan fotografeer. Maar dit is het wel echt mooi wat ik hier heb gemaakt. Dus dat kindje, is dat wel echt mooi? Zou je wel naar die zolen komen omdat de foto's mooi zijn? Dat daarboven, die kinderen, super mooi historisch beeld. Maar is het echt mooi als wij nu in het nu leven? Dat is mijn vraag. 2016, 1,5 maand terug was ik daar. Zit geen jaren tussen. Er zit misschien 800 kilometer tussen. 800 kilometer in dezelfde 2016. Wij gaan straks lekker bier drinken met z'n allen. En dan een feestje pakken. Ik stond daar elke 14 dagen. Was de eerste fotograaf in 14 dagen daar die intensief met hun verbleef. Hun dank was super groot. Ik heb op 3 manieren gefotografeerd. Dat heb ik zelf gedaan. Ik heb 20 camera's aan kinderen gegeven. En ik heb met 2 locals gewerkt. Die werk ga ik ook meenemen naar het solo.
zie je geen verschil. En waarom niet? Dat we van stap 1 naar 2 gaan, niet van stap 1 naar 3. Maar echt onthouden, dit is 2016, anderhalf maand terug. Niet door een fotograaf, ik ben gewoon steeds die je bijvoorbeeld bij Chip ziet, bij je op straat ziet. Je ziet me overal gewoon hier in Rotterdam. Ik blijf gewoon die Rotterdammer. Cool. Maar dit is wel 2016. Ik denk dat dit is. Sorry? Oh ja, question, tuurlijk. Ik ben helemaal vergeten dat er überhaupt nog vragen zouden kunnen zijn uit het publiek. Dat betekent dat je nog niet weg mag gaan, blijf zitten. Yes. Thank you. Hello, Stacey, I have a question for you. I would like to know if it was the first time you're traveling to Africa. Okay. So, as a man, as a person, spiritually, so when I speak spiritually, I don't speak about religion or anything. I speak about you, your heart. What you can tell us, what did you bring, which changement did you have coming back here in Holland? Because I believe when you go to Africa, you feel, you believe, you there is a strong energy that is, I believe, exceptional and unique. So you as a man, by your own experience, what you can tell us that you bring here that maybe made you change, like really inside your heart, deeper, in a deeper level? Thank you. Maybe as a person, as an ex-tak. In Nederlands, it's good. Yeah? Oké. Maar het is super simpel antwoord. Zeg maar, de jongen die 10 jaar terug was, kan op dit moment echt liefde en niet liefde als een relatie, maar gewoon liefde uiten. Dat heb ik voor het eerst kunnen doen nu. Ook naar mijn werk, ook naar jullie, naar alles. Echt daadwerkelijk. Ja, probeer nu maar eens nog een betere vraag te stellen, mensen. Is er nog een vraag? Anders loop ik nu gewoon naar jou toe. Ga ik heel langzaam lopen, moet je een vraag bedenken? Nee? Ja, precies. Sorry? Is er een hoofdstuk 4? Is er een hoofdstuk 4? Ik plan nooit iets. Dus zal sowieso een hoofdstuk 4 komen. Nee, ik plan nooit iets. En dat doe ik alleen maar om ook weer het stereotype beeld wat ik heb uit te zetten. Dus. Je had het net over. Je had het over je eerste werk. En over zeg maar die gangs. Ja, dat het spannend is en dat je het daarom wou vastleggen. Gangs en. Je maakt het romantisch. Maar dat was voor jou een verkeerde mindset, heb je aangegeven. Ik zie nog steeds werk van je, ook langskomen op je website. Ook van die periode. Laat je het nog even graag zien? Of hoe zit je daar nu in, zeg maar? Goeie vraag. Ik schaam me nooit van waar ik vandaan kom. Dus dat is ten eerste. Ik zal nooit die bladzijden dicht doen. En dat is gewoon omdat ik realiteit ben. Ik vind het juist mooi om terug te kijken dat ik op dat moment zo was. En daarnaast ben ik eigenlijk nooit veranderd. De jongen die ik 16, toen ik 16 tot 18 was, ben ik nog steeds. Alleen ik heb nu een medium gevonden, een fysieke lijn die ik veel verder kan trekken dan dat ik voorheen deed. De burgemeester Abu Talib mij een brief stuurde, kan ik nu gewoon bellen bij hem op de koffie en een portret maken. Dus die boek sla ik nooit dicht. Het is alleen een hoofdstuk in mijn leven zoals altijd wordt gezegd. Mooi. Yes. Nog Nina, nog twee vragen. Dus. Als je een vraag wil stellen, zeg. Hij is steeds. Zeg maar, wat is voor jou het grootste verschil of gelijkenis voor tussen die kids daar waar je was geweest en die kids die hier bijvoorbeeld in Spanje of in Kaapstad geweest? Sowieso, een mens verschilt niet van een mens. Kind niet van een volwassen. Enig groot verschil tussen alle mensen onderling is afkomst. En het land waar ze wonen. Super simpel. Dus alleen geografische verschil waar je vandaan komt. Dus geen. Spannend, spannend. Ja. Bedankt. Geef nog een hartelijk applaus voor Stacey. Blijf vooral hangen. Hou het internet in de gaten. Voor meer informatie wanneer de expositie zal plaatsvinden. En punt dit.
En nog een hartelijk applaus voor deze, kom even bij. Laatste keer. Blijf vooral hangen. Want zometeen is er nog een concert van Te Relax, die zijn album Turquoise heeft uitgebracht tijd geleden. Dus dit is Bang Bang, zoals deze zou zeggen.